Over één ding zijn we tegenwoordig allemaal eens. Zwarte Piet, die kan echt niet meer. Maar gelukkig is er in Groningen nog één groep van jonge, vrije denkers die opstaat tegen deze heersende publieke opinie. De Koninklijke Vereniging voor Volksvermaken. Onze Che Guevara's. De beleidsbepalers van de toekomst. Zij mogen elk jaar de Sinterklaas-intocht organiseren. En zij zeggen nee tegen de roze Piet. Nee tegen de blauwe Piet. Nee tegen de roetveegpiet. En ja tegen de intens zwarte Piet. Zo zwart komt die in de natuur niet voor. En ik dacht, wauw, wat goed dat er eindelijk een club is die opkomt voor de minderheid. Voor de stem van die man en die vrouw die eigenlijk niet gehoord is dit jaar tijdens het Oekraïne-referendum, de Brexit of tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Ik wil trouwens vanaf deze plek Hillary Clinton nog van harte feliciteren met haar overwinning. Dus vol verwachting klopte mijn hart en fietste ik gistermiddag naar de Sinterklaasintocht. Want het is tijd voor een tegengeluid van enkel en alleen intens zwarte pieten. Kijk, wat is intens zwart. Heel goed, dit, is, ja, dit zijn gewoon herauten. Hier, zo, wat, dit is, wat, wacht eventjes. Dit is, ja, dit, hé, maar dit is niet, wat, what the fuck? Toch roetpieten, toch nuance en redelijkheid. Het is een schande. Wat moet mijn denkbeeldige kind van 3 jaar hier wel niet van denken? Dat we samen op zoek gaan naar een oplossing. Zo roetvegerig zien ze er in de natuur niet uit. Aan u de vraag, Groningen heeft sinds gisteren roetpieten. Gaat de stad erop vooruit of gaat de stad erop achteruit? De stad gaat erop vooruit.